Tappen, welkom! Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk, jullie gamecommentator. Voilà, we gaan nog eens kijken naar een Bas Tietema-mode. We hebben aflevering 7 in totaliteit van deze Bingo Power Sauce Wallonie Bruxelles-mode. En we gaan eens kijken wat Bas in deze aflevering kan teweegbrengen. De man uit Overijssel is wel niet tevreden, ja, kijk eens aan. De moraal is wat aangetast. Hij heeft al een paar dagen, of toch redelijk wat dagen, zonder een leidersstrijd moeten doorbrengen. En ja, hij is daar niet gelukkig mee. Ja, voilà. Dit is Pro Cycling Manager. We love it. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen naar de ZLM Tour kijken. We gaan ook nog naar de Balwaze Belgium Tour gaan kijken. En nadien trekken we nog naar het Nationaal Kampioenschap van Nederland, het NK, over de Vanberg. Ja, benieuwd wat Tietema daar kan gaan doen natuurlijk. Maar oké, we gaan beginnen met dus die ZLM Tour, die eigenlijk, ja, biljartvlak is. Hè. Er is nauwelijks een hoogtemeter te bekennen in dat parcours. Op dag 4 krijgen we de Koninginnenrit. Dat is na deze. Die gaat naar Landgraaf. Daar komen we aan. En de laatste dag komt aan in Tilburg. Van hier zeker naar Tilburg gaan we dus rijden met deze Bingolers aan de start. Naast Tietema met Cyril Dessal. We hebben ook nog Quentin Venner erbij staan. Attilio Viviani, de Italiaan, jawel. Tom Miertgen is er ook bij. De man uit Luxemburg. Matthijs Paasgens staat hier ook aan de start in de ronde van zijn thuisland. Net als Tietema dus, de Nederlanders. Dan hebben we nog Stanislao Anjelkowski, misschien wel de man die voor statspunten moet gaan zorgen voor Tietema. En Bas zelf dus natuurlijk ook aan de start in deze ZLM Tour. We gaan starten dus met die openingsproloog. 6,2 kilometer in Ierseke. Met de Herregots, met Hansen, met Hulgaard, met Riesebeek, Wirtgen, Gate, Larsen, Roskov, Anjelkowski en Andersen. Dat zijn de mannen die mogen wedijveren naar de eerste leidersstrijd in deze ZLM Tour. We gaan hem simuleren natuurlijk, ja. Het is een proloog ook. Hier heb ik zelfs geen zin in om dat te gaan spelen met Tietema. We gaan eens zien wat de simulatie zegt. En het is Lasse Hansen die hem heeft gepakt, jawel. 5 seconden sneller dan de Belg Herregots van Sport Vlaanderen. Dan hebben we Krieger op plek 3, de Duitse Riesebeek, de eerste Nederlander op plek 4. Rigigi heeft het ook goed gedaan, net als Wirtgen, jawel. Dan hebben we nog Viviani op plek 8, Anjolkowski op 13. En waar komt Bas? Waar komt Bas Tietema uit in deze proloog? Ja, 6,2 kilometer, dat zou niet al te veel tijdsverlies mogen zijn, maar oké. Heeft niet echt een tijdritstijd, hè Bas. Dus we moeten naar onder scrollen. Ah, het is ver. Plek 93. Ja, oké. Al bij al nog 36 seconden. Valt goed mee. En dan mag hij zich echt wel gaan tonen in deze etappe. We starten in Bredene. En we gaan naar Heikensand. En ja, over 194 kilometer. Vlak. En Anjelkowski is een van de topfavorieten. Ja, oké. Kom aan. Hopelijk kunnen we dit afmaken. Kunnen we statpunt binnentrekken, want de ritzegen van een bingoler telt dus ook gewoon voor een statpunt als Tietema. Dan ga je ze meteen ook in beeld zien. En we gaan dan ook eens gaan luisteren wat de ploegauto heeft te zeggen tegen Tietema bij deze tweede etappe. Hi Bas, second stage of the ZLM Tour today. Maybe you can help Stani in the final, try to lead out him. And we probably can win today, come on, do your best man, you can do it. Ja, de instructies zijn redelijk duidelijk aan het adres van Tietema. De ploegleiding van Bingol gaat alles op Stanislao Anjelkowski zetten. En Bas mag daar wel een soort lead-out rol gaan spelen in die sprinttrein straks in de valpartij van Attilio Viviani. We zijn op weg naar de Westerscheldebrug en de valpartij midden deze tweede etappe voor Attilio. Ja, belangrijke pion hoogstwaarschijnlijk ook in die sprinttrein straks. Dus gaat Tietema echt de lead-out moeten gaan doen? Ja, het zou maar zo kunnen. En Robben van de Putten met de eerste persvraag kan Evenepoel een top 10 plaats behalen in de Vuelta. Ja, dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen gezien de concurrentie. Game Lu, wat vond je van Evenepoel in de Klassica? Ja, wat een nummer, hè. Wat een nummer alweer van Remco. Ja, met zo'n dingen score je bij mij. Absoluut. En Gamer VDS, denk je dat Evenepoel La Vuelta kan winnen? Goh, ik denk het niet. Nee. Nee, winnen gaat niet gebeuren. Heeft sowieso, of gaat sowieso een slechte dag hebben in de Vuelta. Alhoewel, wie weet, misschien deze keer niet. Maar ik zou er toch geen geld durven op inzetten dat Evenepoel La Vuelta wint. Dus wie gaat hem dan wel winnen? Ja, goede vraag. Het zal een beetje afhangen van wie er uiteindelijk het best in vorm is, zeker. En Tietema ondertussen met de lead-out voor Anjelkowski. Stani is weg. Oh, Viviani nog naar het wiel. Maar Anjelkowski gaat hem houden. Ja, ik had misschien nog met Viviani hier kunnen uitkomen. Maar wat een lead-out van Bas Tietema. Jawel, jawel. Nice done, best. Nice done. Great job, boy.
Yes, it's in. Hoppa, come on. Ja, en daar nog even de viering in de ploegauto. Ja, Angel Komski pakt hem. Ja, Viviani mocht eigenlijk niet winnen. Sorry, Attilio. Ja, oké. Okay. Anderzijds is het wel een tactische keuze, omdat we ervan uitgaan dat Angel Komski de grootste kans heeft om deze ronde uiteindelijk binnen te slepen. Met daar die vierde etappe, de Koninginnenrit. Die is misschien net iets te zwaar voor Viviani. Maar een mooie ereplek ook nog eens voor Tietema. 13e. En een perfecte lead-out. En een statpunt erbij. Want Angel Komski heeft gewonnen. Jawel, jawel. En die statpunten gaan we dan even gaan toekennen na deze ZLM-tour. Maar er komt er dus al eentje bij. We zijn goed begonnen. We gaan naar de derde dag. Van Etten-Leur naar Buchten. 166 kilometer. En alweer is Angel Komski de te kloppen man. Zo blijkt op papier toch. Verder nog wat concurrentie uit de hoek van Alpen zien met Krieger. We zien dat trouwens ook nog Modolo en Penalver tussen de favorieten staan. En de leider blijft nog steeds Hansen. En we gaan eens kijken wat de ploegauto wederom heeft te zeggen tegen Bas in deze derde etappe. Hi Bas, good morning. Great stage yesterday. Try to do the same today. And help Stanny in the final. And if you can lead out over there, you can go. Just do it man, come on. Ja, natuurlijk wijzigt er niet te veel aan het gameplan bij Bingle in deze etappe. Want ja, je ziet het, ze is echt wel bijna biljartvlak. En Tietema die toch even aanstalten gaat maken om in de vlucht van de dag mee te springen. Ja, dat was niet de bedoeling, Bas. Maar oké, hij gaat het misschien op dat tussensprintje gooien. Al is natuurlijk zijn achterstand in het klassement toch wel 36 tellen. En in Rijsbergen gaan we hier dus inderdaad even sprinten. Ja, prestigesprintje van Bas Tietema. Kan hij hem pakken? Ah, daar komt nog Penalver en die neemt hem, ja. Ja, was dit een actie om de seconde weg te nemen voor de concurrentie? Het zou kunnen. Hij heeft er een paar weggenomen. Alleen Penalver heeft hij niet kunnen weerhouden. En nu Bas, nu Tietema met het voorbereidend werk. Viviani gaat uiteindelijk de lead-out doen voor Angel Komski. Maar dit is berenwerk, Tietema. Kijk eens aan, Bas aan het geven. 2,5 kilometer van Buchten nu. En hij is alles aan het geven hoor. Viviani moet nu overpakken. Ja, hij heeft ze perfect afgezet. Nu moet Angel Komski vlak voor de laatste kilometer er gaan uitknallen. Dit kan bijna niet meer fout gaan. Angel Komski komt er nu uit. Wie gaat er nog overkomen? Komt er nog iemand überhaupt aan het wiel? Nee, nee, nee. Voilà. 2-2. Stani ook de beste in Buchten. Voilà, voilà. Daar is het teamwork van Bingle. En een mooie ereplaats voor Bas zit er ook weer in vandaag. Jawel, jawel. Nou, echt wel een heel goed voorbereidend werk. Daar heeft de rest wat gesloopt met zijn voorbereiding. Viviani uiteindelijk met de voorzet. En Stani heeft hem weer heerlijk binnengekopt. Ja, heerlijk, heerlijk dit. Angel Komski wint. De ereplaats voor Bas is plek 29. En in het algemeen klassement, jawel, is Angel Komski de nieuwe leider. Springt over Lasse Hansen. Viviani staat nog op plek 8. Ook Tom Miertgen zagen we daar nog in de top 10 staan. Dwars door het Hageland is ook verreden. Tussendoor de ZLM Tour. Tim Merlier heeft daar gewonnen voor zijn ploeggenoot Philipsen. Laurens Rex was de beste Bingoler op plek 8. En op plek 14 hadden we de tweede man van Bingol, Remy Mertz. Oké, okay. We pakken daar wel een paar punten voor de Continentale Tour, maar niet al te veel. En dan gaan we naar de Koninginrit van de ZLM Tour. Met alweer Angel Komski die van boven prijkt bij de favorietenlijst of toch bij de boekmakers. Modolo staat er ook weer tussen. En voor de etappe was het ook even raden naar waar Tietema gaat uitkomen in deze etappe. Maar het is echt een crazy rit geworden ondertussen. 13 vroege vluchters weggereden. Het gat is al groter geweest. Venner, De Sal, Paasjes, Wiertgen hebben zich al volledig kapot gereden. Maar we krijgen de koers echt niet onder controle. Dus Tietema hield Angel Komski uit de wind. Maar nu moet Stanislaw zelf gaan. Jawel, halverwege de Koninginnenrit moet de gele trui zo waar in het offensief trekken om de vluchters, de vroege vluchters, aan banden te gaan leggen. Ja, wat is dit man? Wat een etappe. Oh, crazy. En Tietema gaat er zo meteen af moeten natuurlijk. Heeft bijzonder hard gewerkt om Angel Komski zoveel mogelijk uit de wind te houden. En uiteindelijk krijgt hij nog Wiertgen in de achtergrond bij hem. Die gaat nog wel wat werk opknappen, zodat Bas wat kan uitrusten. En Jarne met nog een persvraag. Wat vond je van de dominerende Tour de France van Jumbo? Ja, moeten we ons vraagtekens bij stellen? Dat is misschien ook wel een vraag of een, ja, toch wel een reactie die er kan op gaan plaatsen.
Als ze bij Bahrein Victorious vraagteken stelden, ja, dan moeten we het misschien ook wel bij Jumbo-Visma gaan doen. Maar oké, laat ons hopen dat het allemaal clean en dergelijke gebeurt. Want het was wel een heerlijke tour natuurlijk van Vingegaard, Van Van Aert en nu Anjolkowski heeft uiteindelijk wel de controle over de koers teruggekregen met de steun van ook Viviani. Maar hij wint niet, nee, iets te veel krachten verspild. En Matthew Gibson profiteert daarvan. En Jens Reinders is uiteindelijk derde voor de Italianen. En hier Bas Tietema heeft dus alweer een belangrijk deel gespeeld in deze koninginnenrit om Anjolkowski in het geel te houden. Dat was uiteindelijk ook zijn opdracht voor vandaag. Maar helaas is hij dus niet tot in de finale geraakt. Ja, omdat het echt gewoon echt een waanzinnige etappe was. Damn, man. Toen de vierde renner van Bingol gewoon volledig choco werd gereden door die kopgroep, dacht ik even van damn, hier gaat die gele trui van Anjolkowski. Maar ja, dan moesten we toch iets gaan doen. En gelukkig had ik het door dat ik gewoon met Anjolkowski het moest gaan rechttrekken. En als die gele trui voorheen komt, ja, dan houden ze de benen stil. Hè. Zo gaat het op PCM. En de ereplaats voor Tietema vandaag is 106e. Ja, is geen ereplaats. Hè. Is gewoon een verre plaatsnotering. Anjolkowski blijft wel leider. Pakte nog wat bonies met die tweede plek. Dus Hansen ziet de pool wat verder weglopen. Viviani staat daar ook nog goed. En dan gaan we naar de afsluitende rit van Eindhoven naar Tilburg. 177 kilometer. Ja, de eindzege voor Anjolkowski is nog niet volledig binnen. Maar hij heeft tussendoor wel nog een tussensprint gepakt daarnet. Bas, last update. We did the calculation and the GC is normally in for Stani. So we will try to give everything for you, man. It's your stage. Come on, you can win this, man. Do your best. Come on. Ja, en een verrassing van formaat, want Tietema krijgt hier zijn kans in deze laatste rit van de ZLM Tour. Oeh, daar even een blok. Is het wiel wat kwijt van Anjolkowski? Het is Viviani die nu het voorbereidende werk aan het doen is. Ja, Tietema zit ver. Tietema zit ver. Anjolkowski gaat nu moeten gaan komen. En in hoeverre kan Tietema hier nog uitkomen? Oeh, ja, wordt langs alle kanten geblokt. Nee, dit gaat nergens heen. Nou, dit is jammer. Dan krijgt Tietema eens zijn kans en hij gaat ze niet grijpen. Nee, Pinalver pakt de rit voor Gibson. En Anjolkowski sprint zelfs vanuit zijn lead-out nog naar de bonies. Derde plek voor Stanislaw. En uiteindelijk is het Tietema op plek 12. Ja, dat is zuur natuurlijk. Dan krijg je eens je kans en word je maar 12e. Dat valt tegen. Ik hoop dat de ploegleiding er niet te veel rekening zal mee gaan houden. Anjolkowski wint dus wel deze ZLM Tour. Dus nog eens een statpunt erbij. Anjolkowski pakt ook de andere, of toch het sprintklassement en het jongerenklassement, dacht ik. Zoccarato is de beste klimmer. Dat zien we daar op de achtergrond. En normaal gezien worden er ook statspunten uitgedeeld voor nevenklassementen. Ja, maar in dit geval, als de GC wordt gewonnen, dan tellen die nevenklassementen niet mee. Dus één statpunt komt er ook nog bij. 107e werd Tietema uiteindelijk algemeen in deze ronde. Twee ritzegens van Anjolkowski en dus de GC. Dat zijn drie statpunten die we er gaan bijtellen. En voilà, dit waren zijn oude stats. We hebben een sprintpunt erbij gegeven. We gaan naar 70 op sprinten en we gaan ook naar 3 sterren momenteel. Ja, kijk eens aan. Tietema maakt progressie. En de andere 2 statspunten die hebben wederom toegekend aan deze rentstats, aan de stamina, resistance en recovery. Ik denk dat we deze keer stamina en resistance hebben verhoogd. Ja, kan je zo meteen ook even gaan terugkijken, want de stats ervoor werden ook medegedeeld. En dan gaan we naar de volgende ronde. We gaan naar de Baloise Belgium Tour met Kenny Molly aan de start, met Marco Tizza. We hebben Romain Seigle, Tom Pacco staat hier ook aan de start, net als deze Timothy Dupont. Misschien wel ja, het speerpunt voor Bingol. Al kan misschien Dorian de Maagd hier ook nog iets gaan verwezenlijken. Al lijkt me dat moeilijk. Maar wie weet, Bas Tietema. Het was een goede generale repetitie daar in de ZLM Tour. Maar de concurrentie is ook niet van de poes in deze Belgium Tour. Want kijk eens aan, Van Aert aan de start. Evenepoel, Van der Poel, Van Wilder. Ja, dat zijn namen die tellen. Hè. Voor deze openingsproloog in Beveren. Simulatie hierin. En het is Remco Evenepoel die hem heeft gewonnen. 4 seconden sneller dan Mathieu Van der Poel. Ja, kijk eens aan. Van der Poel begint zich echt wel ook te onderscheiden op die tijdritten. Zeker op die korte tijdritten. Van Aert zagen we ook nog in de top 5 staan. En waar vinden we de eerste Bingoler? En dat is op 19 seconden Timothy Dupont. Ja, dat is ver, maar oké.
is ook niet echt een tijdrijder. Ik denk dat we eigenlijk in het algemeen geen tijdrijders bij hebben. 25 seconden verlies voor onze kopman Romain Seigle. Hij gaat echt wel voor het algemeen klassement, omdat er nog een moeilijke heuvelachtige etappe in zit in deze Baloise Belgium Tour. En plek 147 pas voor Tietema. Maar ja, dat is ver. Dat is heel ver. En dan de eerste vlakke rit naar Knokke-Heist met Van Aert, Philipsen, Merlier, Van Asbroek, Senechal, De Lee, Dekker, Gilbert, Dupont en Van der Poel. En we gaan meteen naar de finale. Hè. Eens kijken wat Tietema hier kan gaan verwezenlijken. Zit in het wiel van Paco. Aan de andere kant zien we Tizat, Dupont en Seigle. En waar komt Tietema uit? Mag hij zijn eigen kans hier zo meteen gaan? Ja, het lijkt er misschien een beetje op. Alhoewel, Dupont heeft niet echt nog iemand als lead-out man. Dus Tietema gaat het moeten gaan doen. Tietema alweer als lead-out man. Ook in deze Baloise Belgium Tour. En de mannen van Lotto komen nu op rechts. Ja, nu moet Tietema gaan aanzetten. Maar 3 kilometer, dat is vroeg. Maar oké. Okay. Er komen nog wat bochten aan precies. Dat is wel in ons voordeel. En Tietema moet nu Dupont lead-houden. En Dupont heeft het even moeilijk om het wiel te houden. Maar Bas doet dat goed. Nu moet Dupont komen. Ja, die wordt perfect afgezet door Tietema. Kan Dupont nog iets wedijveren? Ah, kan hij nog iets brengen? Het is de man van Lotto die hem pakt. Het is Arno De Lee die hem wint voor Thibaut Nijs. Dan Phil voor Dupont. En dan hebben we Aimé de Gent. Seigle op plek 6. Dat is ook wel sterk. Van Aert op 7. En ja, Tietema met wederom een sterk resultaat hoor, tussen deze mannen. En er was echt wel brood nodig daar op het einde. Want Dupont viel echt gewoon zonder lead-out man. En een vierde plek is zeker en vast goed. En 26e plaats, dat is het resultaat voor Bas Tietema. In deze tweede rit van de Baloise Belgium Tour in Knokke-Heist. Ja, oké, we gaan vooruit. Die stats-upgrades helpen natuurlijk ook wel. Even de Poel blijft leider. Van der Poel op 4 seconden. En helemaal onderin gaan we Tietema terugvinden. Ja, door zijn slechte proloog natuurlijk. Ja, en dit viel mij eigenlijk ook op. Ik was even Seigle aan het bekijken voor het begin van de derde rit van de Baloise Belgium Tour. Want hij voelt zich niet zo goed, want ja, hij is eigenlijk een beetje overdaan. Maar kijk eens naar die piekperiode. Stem, wat zijn die vermoeidheidspieken? Ik had het eigenlijk nog totaal niet door dat dit op PCM 22 er zo uitziet. En dan vroeg ik me vooral af, is dat gebucht of is dat bij andere renners ook? We gaan eens kijken bij Tietema. En daar is dat ook zo. En het is eigenlijk bijna de exactezelfde vermoeidheidspieken. Het is heel bizar dit. Is dit bucht of niet? Als iemand het weet, mag die dat gerust in de comment even mededelen. En deze rit, ja, is wel een verschrikking. Want er liggen kasseien. En naar het einde toe is de paddenstraat ook nog eens aan de beurt. En het tempo gaat hier hoogstwaarschijnlijk ook de hoogte ingaan. En gezien de kasseistet van Tietema gaat hij hier af moeten. Jawel, dat zie je hier al aankomen. Ze meteen nog een tweede strook. De Lippenhovenstraat, ja, nog met toch de persvraag. Ja, wie gaat La Vuelta winnen? Ja, wie weet dat, man. Ik denk dat het moeilijk te voorspellen is. Roglic, als hij op tijd in vorm is of toch wel enigszins nog wedstrijdfit geraakt. Carapaz, Hedley, Landa, Mas. Ja, er zijn wel wat namen. Hè? Simon Yates. Dat zijn allemaal zo wat ja, topklimmers, outsiders. Maar moeilijk te voorspellen. Als Roglic echt goed is, gaat hij wel opnieuw de Vuelta winnen. Maar ja... In hoeverre raakt hij nog klaar voor die ronde van Spanje? Dat is de vraag. En Dupont ondertussen hier met de sprint tegenover Van der Poel. Ah, we gaan hem verliezen, denk ik. Ik denk dat we net iets achter MVDP zitten. En dit is een zure. Nou, geen statpunt erbij, vrees ik voor Tietema. Nee, Van der Poel pakt hem. Als PCM correct is, heeft Van der Poel deze te pakken. In Herzeel, jawel, hij wint hem ook. Mathieu Van der Poel klopt, nipt Timothy Dupont. En Tom Paco met ook een berensterk resultaat. Maar dat lag niet zozeer aan zijn capaciteit, maar eerder door de bocht. Ja. Maar oké, okay. Gilbert op plek 4. Seigle verliest geen tijd, dat is goed. Wij verliezen wel tijd met Tietema. 49 seconden en we worden 51ste. Ja, al bij al oké. Okay. Want ja, nogmaals, die kasseistijd van Bas is echt wel heel laag. Dus het was wel te denken dat we in die finale zouden afgereden worden. Dupont nu naar plek 10. En het is vooral kijken naar Romain Seigle.
Staat nog altijd op 31 seconden. Hè. Nou, gaan we nog in de buurt geraken van Van der Poel met zeilen. En Tietema nu naar plek 83. Is toch opgeschoven, ja. Al bij al, dat is eigenlijk wel een goede etappe. En dag 4 is de koninginrit van Verviers naar Verviers. Van Aert, Van der Poel, Evenepoel, Stennert, Clark, Gilbert, Philipsen, Johannessen, Hoyle en Van Wilder. Dat zijn de mannen die bij de bookmakers naar voren worden geschoven. Best so far so good. Keep fighting, man. Try to keep Seigel in the front of the race. It's an important stage, the screen stage. Come on, Best. Keep fighting. Come on, man. You can do it. Ja, we zitten bijna in de finale van deze koninginrit. En Tietema is echt aan het knokken. Hij moet zich voortdurend terug motiveren om in de afdaling terug te komen. En zo Seigel alweer uit de wind te zetten. Terwijl Tyler nog een persvraag heeft, de welbekende vraag na een grote ronde. Wie viel je op en wie viel je tegen deze Tour? Ja, ik denk als we naar de opvallendste figuur kijken, dat we niet rond Jonas Vingegaard kunnen. Of moet ik toch Wout van Aert zeggen? Wat een Tour van Wout van Aert, dat moeten we toch nog even stellen. Man, damn, damn, damn. Maar wie had ook gewoon verwacht dat Vingegaard Pogacar ging kloppen? Ik niet eerlijk gezegd. Verder viel me ook nog op, ja, de achtste plek van Louis Mijntjes in het algemeen klassement. Dat is toch ook wel een straffe prestatie. En ja, wie viel tegen? Ik heb niet eigenlijk echt zo iemand gezien waarvan ik iets had van, oh, die viel nu echt tegen. Ik had verwacht dat Bardet iets hoger zou eindigen, maar oké, al bij al viel die wel niet tegen. Simon Yates misschien, maar die heeft natuurlijk grotendeels voor Jerome Thomas gewerkt, dus ja... Eigenlijk qua tegenvallers, ja, misschien dan Caleb Ewan in de massasprint. Ik denk dat we daar dan ook wel mogen over concluderen dat Ewan nergens zal zijn. Tietema probeert toch terug te komen op La Redoute. Ja, een laatste stijptrekking van de Nederlander, maar het is nu echt wel parkeren. Hier is de wedstrijd over en uit. En Gerben de Jong met nog een persvraag. Wie wint de TK wielrennen? Ja, ik denk dat Nederland daar een van de grootste favorieten heeft zitten met Jacobsen. Merlier maakt zeker ook kans bij Team Belgium. En waarom de Lier niet bij is, dat is mijn vraagteken. Ja, te jong zeker volgens de bondscoach, want ik had hem sowieso meegenomen naar het TK. Maar oké, de laatste kilometer nu en we zien nu de sprint tussen Van der Poel, tussen Van Aert. Evenepoel doet ook mee, daar komt Clark nog. En Seigelen komt ook nog opzetten. Kijk eens aan, onze tactiek rendeert om zo lang mogelijk te wachten in deze sprint. Maar Van der Poel gaat hem nemen. De leider gaat alweer wat extra glans aan zijn leiderstrui geven. Jawel, jawel. Klaar komt te laat. Dan hebben we Van Aert op 3. Evenepoel op 4, ja. En dan Seigelen op plek 5. Het zou mooi zijn. Een paar seconden verliezen blijkbaar toch. En hier Bas Tietema heeft Seigelen zo lang mogelijk uit de wind gehouden. En het heeft een vijfde plek opgeleverd. Mooie ereplaats voor Romain Seigelen. Dus op 13 seconden, jawel. En Van der Poel, ja, is op weg om deze Baloise Belgium Tour te winnen. Hè. Dat is ook duidelijk. En waar kwam uiteindelijk Tietema uit in deze etappe? Dat moeten we ook nog zo meteen even gaan opzoeken. Thibaut Nys op plek 16. Sénéchal zagen we er ook al even langskomen. Casper Pedersen. Molly Tietza. Ja, de andere mannen van Bingoal hebben uiteindelijk een beter resultaat neergepend. Maar Tietema op 16 minuten vandaag. Jawel, jawel. En Evenepoel staat nu 16 tellen achter op Van der Poel. Van Aert op 3. Seigelen op 14. Ja, dat is niet echt wauw. Hè. Een 14e plek in deze Baloise Belgium Tour. We waren voor meer gekomen. Maar oké, okay, Tietema nog op plek 132. En dan mag hij zich in de laatste etappe nog even tonen in Tongeren. Want daar gaan we nu aankomen. Tietema die de voorbereiding gaat doen voor Lidout Mijn Tietza. En dan is het zo meteen aan Dupont om misschien nog een rit mee te pakken. Want nog geen rit gewonnen in deze ronde. Wel een tweede plek met Dupont. Maar de mannen van Lotto gaan hard. Damn, wat is dit man? Tietza moet het dan proberen oplossen. Tietza komt. Ah, Dupont kan niet volgen. Ja, Dupont heeft een slechte dag. Dat is ook duidelijk met zijn min 2. En het is Thibaut Nys die hem weer gaat pakken. Voilà, Nys komt er alsnog over. Hij klopt Philipsen en Van Asbroek. Van Aert op 4, Van der Poel op 5. Ja. Dupont wel 10e. We pakken toch nog een degelijke ereplaats. Tietema met zijn werk. Goed gedaan, man. Maar het heeft niets opgeleverd in deze ronde van België.
Thibonijs is de laatste laureaat. Philipsen op 2. En Tietema 28e vandaag. Ja, oké. Schappelijk resultaat alweer. Van der Poel is de eindwinnaar. Voor de België Evenepoel van Aert. Van Wilder vinden we nog op 5 en op 6 Philipsen. En dan is het ver zoeken. Heel ver zoeken naar Tietema. Seigelen dus 14e. En Bas 132e. Geen extra statpunten dus voor Tietema. Het wordt met deze stats dat hij het gaat moeten doen op het nationaal kampioenschap. En het was een best goede aflevering voor hem. 13e plek in een etappe in de ZLM Tour. Ook eens 12e. Ook eens 29e. En daar Anjelkowski echt wel bijzonder hard geholpen met de eindzegen en de ritzeges. En ook in de Belgium of de Balwaze Belgium Tour een 28e en 26e plek. Zeker ook niet slecht dat. En uiteindelijk pakten we wel de eindzegen met Anjelkowski in de ZLM Tour. Dwars door het Ageland was een mooie ereplek voor Laurens Rex. Een 14e plaats voor Seigelen in de Ronde van België. Beetje tegenvallend, maar oké. Okay. Die Ronde van België, ja, die paste duidelijk niet heel hard in de kalender. Ja, een beetje aan het tutsen hier. Probeerde de etappes van deze aflevering wat te tonen. Qua ritoverwinningen dan. Maar dus inderdaad een tweede plek met Dupont. Dat was het verste dat we kwamen in die Balwaze Belgium Tour. En in de ZLM Tour waren we natuurlijk best oppermachtig. Met Stanislaw Anjelkowski. We gaan naar het Nederlands kampioenschap op de weg. Ja, de tijdrit die laat ik gewoon buiten beschouwing. Daar gaan we toch niet te veel klaarspelen. Tietema en Paaschens, dat zijn de twee mannen die aan de start staan voor Bingol. Van der Poel is natuurlijk de absolute topfavoriet. Teunissen, Van Poppel, Eekhoff, Langeveld en Dekker. Zij zijn de outsiders. Dumoulin, Baks, Nieuwenhuizen en Kelderman. Zij maken misschien ook een waterkantje om dit nationaal kampioenschap over de Van Berg te winnen. Maar het is vooral kijken naar Van der Poel. Hè. Wie gaat hem hier kloppen? Hoe ver kan Tietema volgen? Dat is ook de vraag. En kunnen we nationaal kampioen worden met Tietema? Het zou wel een stunt zijn. Nu, anderzijds ben ik wel goed in nationale kampioenschappen op Pro Cycling Manager. Het is een van mijn sterkere punten, vind ik zelf. En we gaan eens luisteren naar de ploegleiding, wat zij hier hebben te zeggen bij het begin van dit nationaal kampioenschap. Dag Bas, dag Matthijs. Ja, doe gewoon jullie ding vandaag, jongens. Bas, als je in de finale Mattie nog kan helpen, doe het zeker. Probeer gewoon goed resultaat te rijden, mannen. Kom aan, jongens. Ja, het is inderdaad het is een beetje een vrijgeleide carte blanche bij de mannen van Bingol vandaag. Het is natuurlijk ook moeilijk de wedstrijd te gaan bepalen met z'n tweeën. Maar Tietema wil toch graag naar de vlucht van de dag. Ja, dat is al duidelijk. Al lijken de kasseien op de Van Berg ook meteen hem tegen te werken. Ja, en Bas heeft het meteen door. Dit gaat niks worden over die kasseien van de Van Berg. Ja, die moet je natuurlijk overgeraken. Als je er zelfs ook in de aanval of de vlucht van de dag wil meegeraken of zitten. En in de voorlaatste ronde moet hij er uiteindelijk wel af. Ja, hier stopt het nationaal kampioenschap voor Tietema. Hij heeft zijn best gedaan om Paaschens zoveel mogelijk bij te staan. Maar Matthijs staat er alleen voor in de voorlaatste ronde. En ja, hopelijk kan Paaschens straks nog een mooi resultaat gaan neerzetten. Terwijl we hier nog een persvraag krijgen van Ninus. Wat vond je van Benoot in de Klassica? Ja, mooi resultaat van Tischke in San Sebastian. Meer dan verhoopt, neem ik aan. En wij gaan hier nu de laatste keer de Van Berg, jawel. En wie gaat hem hier uiteindelijk pakken? Nog een peloton van 31 man. Wij proberen al vroeg te komen met Paaschens. Want hier liggen nog wat leuke bochten, dus dat kan. Maar is het voldoende om nationaal kampioen te worden? Nee, dat lijkt me niet. Van der Poel zit hier ook nog. Het is Van Poppel. Maar MVDP gaat hem hier makkelijk winnen, jawel. Door de auto van Mavic. Ja, die al de hele tijd op dit NK op een bijzondere klotige plek staat. Maar oké. Okay. Groenewegen op 2. Dan Danny van Poppel. Eekhoff op 4. Dan Bol, Dekker. Paaschens met een heel mooie ereplek. Hè. Ja, sterk gedaan van Matthijs. En deze Tietema heeft er zeker en vast een deel aan toegeholpen. Maar uiteindelijk, ja, hij moest eraf in die voorlaatste ronde.
door deze kasseien. Het was ook ronde na ronde afzien op deze strook. Ja. Met een 59 kobbelstet, kasseistet, ja, ben je ook niet veel. En je ziet het hier ook nogmaals, zelfs bij de geloste wordt hier gewoon afgereden op die kasseien. Maar we gaan uiteindelijk naar een heel verre ereplaats voor Bas Tietema. Ja, zat ook niet in de vorm van zijn leven. Dat is duidelijk met die 82 fitness, had geen vormpiek. Dus het werd op zich gewoon al bijzonder moeilijk, eigenlijk een onmogelijke taak om dit nationaal kampioenschap te winnen. En zeker tegen deze Kanjer werd het al eigenlijk zelfs gewoon onmogelijk. Hè. Mathieu van der Poel, Mathieu is wederom dus nationaal kampioen geworden op de Van Berg. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van deze Benetours aflevering in de Tietema-mode. Met de mannen van Bingo natuurlijk en vooral met Bas Tietema himself. We hebben een goede aflevering wederom afgewerkt. De statpunten zijn wederom wat opgekrikt. En ik hoop dat jullie nog verder deze week naar mijn YouTube-video's gaan afstemmen. In ieder geval bedankt om te kijken. Abonneer nog steeds gerust op mijn YouTube-kanaal. Want we zitten bijzonder dicht bij de 2,5k volgers nu of subs. En natuurlijk morgen verdere communicatie over de verdere video's deze week op mijn YouTube-community-pagina. En ook op Twitter natuurlijk. In ieder geval tot de volgende en bye bye.